Goedemorgen en welkom bij dag 14 van Vlogmas. Ik heb net even lekker gedoucht. Wij zijn net denk een 3 kwartier wakker. In ieder geval uit bed. Het is 10:15. Ik ga zo mijn haar feunen en er zit een kattenhaar op mijn lens. En dan even optutten en dan komt Sandy me ophalen, want dan gaan we inkopen doen voor kerstavond. Manlief gaat vanmiddag de vloer leggen in de gang. En proberen een deel van de plinten te leggen in de woonkamer. En voor de rest, we don't know. Zo, ik heb me even opgemaakt, mijn haar gedroogd en ik heb mijn teenagels gelakt. Vreselijke tenen. Ik heb de kleur gebruikt van Catrice en deze heet Captain Sparrow's Boat. Het is een beetje een grijzige lak. Dus daar heb ik mijn teentjes mee gedaan. En ik zit nog een beetje muziek te luisteren hier en een beetje op te ruimen. En dan ga ik zo naar beneden nog even een broodje eten en dan komt Sandy. Dus dan gaan we lekker even shoppen. We doen natuurlijk ook nog even een outfit of the day. Ik heb weer mijn vest aan van de Primark, zeg mijn favoriete vest. Daaronder heb ik een blauw jurkje van de Vera Moda. En dan mijn legging ook van de Primark. En dan nu nog slippertjes. Maar ik ga zo meteen of mijn UGG aan doen of mijn nieuwe laarsjes. Daar was ik weer. Nou, zag ik net een comment dat iemand vroeg naar het recept van gisteravond. Die zal ik hier beneden linken. Het is van de website Lekker en Simpel. Die staan echt heerlijke recepten op. Dus ga daar ook zeker eens kijken. Maar ik zal de pasta uit de oven hier beneden linken. Nou, vroeg er ook iemand naar mijn nagels. Die zien er zo uit nu. Het is acryl op mijn eigen nagel. Want ik heb van mezelf lange nagels, maar die scheuren en breken heel snel. Dus het is een laagje acryl die erop zit. En ook werd er gevraagd hoe dat dan gaat met daarna. Ze worden gewoon 1 keer in de 4 weken worden ze opgevuld. En weer een ander kleurtje. Dus je ziet ook dat ik uitgroei heb. En aan de onderkant zie je gewoon mijn eigen nagel. Dus ja, dat is eigenlijk wat ik met mijn nagels doe. Zo, we lopen in de stad. We hebben al heel wat cadeautjes geshopt. En gaan nu nog even verder neuzen. In het begin hadden we er best wel veel moeite mee, omdat we niet wisten wat we moesten kopen. En nu, nu gaat het redelijk goed. Dus voor de rest gaan we zo meteen lekker Sandy thuis inpakken. En dan vanavond weer met z'n allen eten en dan vast nog een filmpje kijken of zo. Of even gezellig kletsen. Zo, we zijn bij Sandy thuis en we zijn cadeautjes aan het inpakken. En de mannen zijn nog bezig bij ons thuis. En ik wilde even laten zien, ik heb een kerstbol gekocht. Het is een gingerbread man hoofd. Bij de Zenos vandaan. Ik ben echt helemaal blij ermee. En wij gaan verder met inpakken. Zo, ik ben de vlog alvast aan het editen voor vandaag. En wij zijn net klaar. Manlief is er ook. En wij zijn net klaar en de mannen zijn ook net klaar. Het is nu 6:15, bijna 6:30 eigenlijk trouwens. En we hebben net alles ingepakt en we gaan zo eten. En voor de rest weet ik nog niet. Het is niet een hele lange dag geworden, maar ja, dat gebeurt ook wel eens. Weinig gefilmd, want ja, je bent toch de hele dag bezig. En ja, morgen gaan we naar Oesgeest, dus dat zal ook niet een hele bijzondere dag worden, want ja, ben ik toch bij mijn familie en die moeten er ook nog steeds aan wennen dat ik veel film. Het liedje ligt ook helemaal uitgeteld hier. En even mijn laptop dicht. Daar liggen allemaal cadeautjes onder de boom. En Sandy is daar bezig. En daar is dat manlief weg te creepen. Lekker kaarsjes aan. En daar komt Robin. Hoi. 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 Robin moet er ook nog een beetje aan wennen dat ik film, maar dat komt wel goed. Je werkt dit kapje wel, ja. En dan gaan we misschien zo meteen lekker een filmpje kijken. En voor de rest, we don't know. Again. Ik ging vandaag de boeken binnen die ik besteld had via Manlief zijn kerstpakket. Want er zat voor de rest echt niks leuks bij. Dus hebben we boeken besteld. En dit is er één van. Die we, ja, zo kunnen we het zien. Dit is de selectie. Dit is deel 1 van de trilogie. En deel 2 heb ik ook besteld. En deel 3 krijg ik nog van Manlief. Gaat hij? Oh.
mannen. Ja, het is wel zo'n flesje. Dus het lijkt me een heel leuk boek. Ja, dat is niet een mooie. Zo, wij waren weer thuis. Ik heb me al even lekker afgemake-upt en lekker gezicht schoongemaakt. Maar Marlief is de hele dag bezig geweest in de gang. En ik ben echt super blij ermee. Dit hadden jullie nog niet gezien. Het is een nieuwe. De plank is omgedraaid en we vonden het niet zo mooi. Dit is nu een taupekleur. Je ziet dat het een andere kleur is. En de vloer. Mooi matje. Kijk nou. Oh, Bootje wil ook wat zeggen. Dat is Bo. De kitty cat. Dus dat is wat de heren vandaag gedaan hebben. Nou, ik ga nog even editen. En het is 9:30. Ik ga nog even editen. En voor de rest nog even wat drinken. Misschien nog een aflevering van Suits kijken voordat we gaan slapen. En dan gaan we lekker slapen. Dus ik zie jullie morgen weer. Bye bye, slaap lekker.